Hallo en welkom op ons YouTube kanaal. In deze video ga ik het hebben over ledlicht. Nou, zoals je weet zijn er heel veel lampen die je kunt kopen. Allerlei vormen, maar vooral allerlei uitvoeringen. En daarmee bedoel ik dus wattage. Dus de output, de kracht van de lichtbron. In deze video ga ik specifiek kijken naar een 60 watt lamp. Wanneer heb je nu een 60 watt lamp nodig? Want ja, er zijn wel hele krachtige lampen. En wij hebben zelf een 60, maar we willen tot 500 watt lampen. Maar wat is nu geschikt? We gaan nu kijken specifiek naar 60 watt. Dit is een scenario waar ik nu in zit. Het wordt nu belicht door de BR60S, dat is een 60 watt lamp. En daarmee wil ik laten zien dat een 60 watt eigenlijk al meer dan genoeg is aan kracht. In een kleine ruimte. Dus heb jij een kleine ruimte en je wilt gewoon iemand belichten, vergeet dan vooral niet dat 60 watt heel krachtig is. Ik gebruik hem zoals je hier kunt zien gewoon met een octabox. Met twee lagen van diffuser ertussen, dus het houdt ook nog eens een keer wat licht tegen. En hij staat nu op 17%. Ik heb mijn diafragma ook openstaan op 2.2T, dus in feite heb je een mooie look zo. En je kunt er altijd voor kiezen om hem nog meer open te zetten, om nog meer licht te vangen. Of wat meer te knijpen. En ja, dan moet je toch even wat meer licht gaan opvoeren bij de lamp. Maar 17%. Zet hem even uit. En dan krijg je dus dit. Dus als je een kleine ruimte hebt en je wilt gewoon iemand in een kleine ruimte, je hebt wel muren dichtbij staan en je wilt iemand belichten, 60 watt, 17%. Dus daarmee wil ik laten zien jongens, dit is echt al meer dan genoeg. Nou stel je voor je hebt een camera die niet zo lichtgevoelig is, want ik ga hem nu bijvoorbeeld even donkerder maken. Laten we zeggen, stel de ruimte is, je camera is niet zo lichtgevoelig, dan heb je een scenario als dit. Nog steeds staat hij op 17% en dan ga ik hem even opvoeren. Want stel voor, dit is nog niet genoeg. Dit is het scenario dat je hebt. 17% en het is nog wat donker. Nou, dan voeren we hem even op. Tot wanneer is het acceptabel? Nou, zoiets ongeveer. Hoe ver willen we gaan? Zoiets. Zoiets denk ik. Ja, is prima toch? Ja. 60%. Dus 60 watt, 60%. Gebruik hem nog eens op 100. Wat gebeurt er nu als ik hem op 100 zet? Dit is 100%. Dat is best wel veel. En vergeet vooral niet, ik heb de lens helemaal dicht, of behoorlijk dichtgeknepen. Ik ga hem even openzetten. Dus stel je voor, ik ga de open diafragma werken. Diafragma 2.2. En je ziet eigenlijk al 100%, 60 watt vermogen is te fel. Dus daarmee wil ik laten zien, in feite 60 watt, ook al zie je op de markt, veel grotere en zwaardere lampen met name, 60 watt meer dan genoeg kan zijn voor jou. Wat nu als we een krachtigere lamp op gaan zetten, want daar wil ik ook even laten zien dat dat soms juist in het nadeel kan werken als je met kleine ruimtes werkt. Ga ik hem even wisselen. Oké, dus nu heb ik even dus een lamp gewisseld. Wat heb ik gedaan? Ik werk nu met de BR150S. Zegt het al, 150 watt. Dus we hadden net de BR60S, 60 watt, nu is het BR150S, de 150 watt uitvoering. En er is zelfs nog een 200 watt uitvoering. Maar hiermee wil ik alleen even laten zien van oké, dezelfde ruimte, ik heb nog steeds de camera op dezelfde instelling, ik heb het gewoon laten doordraaien zoals je kon zien. En dit is dus de kleine ruimte waar we ons in bevinden, dicht op de lamp. Dus wat is nou de situatie? Ik heb deze lamp nu aanstaan en dan gaan we even terugbrengen naar 10%. Dit is 10% mensen. Kijk heel goed, want het is eigenlijk al behoorlijk op het randje. Het hooglichte reflectie. Dus dit is al best fel. 10%. En dat is dus bij een 150 watt. En als ik hem ga opvoeren naar 50%, dan is het voor zo'n kleine ruimte dus al snel, wat je kunt zien, te krachtig. En dan zet ik hem door naar 100%. Dan is dit dus wat je krijgt. Naast het feit dat het best wel fel is in de persoons gezicht. Dus daarmee wil ik laten zien dat als je gaat werken in een kleine ruimte, denk er goed over na. Je hoeft niet altijd voor de sterkste lampen te gaan. Ook al zijn er lampen steeds krachtiger aan het worden. 60 watt, zoals je kunt zien, is meer dan genoeg voor een kleine ruimte. Ik hoop dat je deze video interessant vond. Als je toch wel vragen hebt over misschien lampen die jij gebruikt of scenario's waar jij in bevindt, doe even een reactie onder deze video. Dan komen we graag bij jou terug. Voor nu wil ik bedanken voor de kijk naar deze video. Mocht je het leuk vinden om meer van dit soort video's te zien, meer van onze producten, abonneer dan zeker op ons kanaal. En kijk ook even op onze website. We hebben wat betreft
LED-lampen, veel opties. Zo hebben we lampen op de netvoeding, maar we hebben ze ook op een Veluwe accu voor op locatie. Nou, bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.